Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Moet je eens even kijken wat er van de week is gebeurd. Oh, we hebben even de kraan aan de kant gereden natuurlijk. Want daar weet Dirk nog helemaal niks van. Daar weet bijna nog niemand iets van. Er komt dadelijk nog iets bruts aan namelijk. Zo meteen komt Van Riel hier naartoe. Want die zijn in Engeland geweest. Want die hebben namelijk een bruut voertuig opgehaald. Kijk hier. Oh, dit was gisteren in Engeland. Ja. Onderweg naar hier. Dus ik ben even de plaats een beetje aan het vrijmaken. Dirk denkt dat we natuurlijk vandaag heel de dag in de pisteboelie verder werken. Ja, we krijgen daar nog een pakketje, jongen. Ik heb nog iets leuks besteld. Dat komt straks. Hoe? Nee, ik klets niet. Waar hebben we het voor nodig? Ah, weet ik niet. Maar ik denk wel dat, dat je het wel leuk vindt. Wat is het dan? Vertel het niet. Ik vind het spannend. Nou, we zeggen even ongeveer afmetingen. Het is niet zo. Wat ermee? Past in een doosje wel. Afhankelijk van de doos wel, ja. Dus grote. Goed? Hij vindt het leuk, hè? Nou, ik weet niet of ik het leuk vind. Klopt. Hij vertrouwt het al niet, nou al niet, hè? Kijk wie daar nou aankomt. Hey Dirk! Hey! Kom kijken! Ons pakketje is er! Wat heb jij nou weer? Wat denk je daarvan? Ja. Je kletst. Heeft hij nog een tank? Nee, kletst niet, jongen. Kijk dan. Wist jij hier wel van? Ik wist het al. Ja. Ik wist al, ik denk een maand of zo, of iets langer wel. Echt? Ja. Nou, dit is toch ook wat? Dat is vet, hè? Nou, leuk. Ja, onze nieuwe aanwinst. Het is een VPV. Ja. Deze is in Tsjechië gebouwd. Is ook door het Tsjechische leger gebruikt. Ja, het is dus een, eigenlijk een bergingsuitvoering van de BNP 1. BNP 1 is ook een Russisch ontwerp weer. Dat is dus een voertuig dat wordt gebruikt op het slagveld om gestrande voertuigen weg te takelen of eventueel in het veld te repareren. En daarom zit er dus ook een kraan op, die zie je er aan de bovenkant zitten. Er zit ook een zware lier zit erop die volgens mij op de PTO werkt. Het is ook een amfibie trouwens, hè. Hij kan als het goed is, als hij helemaal waterdicht is, dan kan hij ook blijven drijven en varen. Dus dat is wel weer een... Ja, het brengt wel een extra dimensie eraan. Hè? Het is weer een heel ander ding als de type 69 die binnen staat. Daar gaan we overigens natuurlijk ook nog aan verder. Hè? Want een heleboel mensen vragen steeds, waar blijft de koepel? Waarom zetten jullie niet eerst de koepel erop? Ja, dat komt omdat de papieren nog steeds niet in orde zijn. Dus daar kunnen we nog niet aan beginnen. Dus ik kwam deze per toeval eigenlijk tegen. Ik was er eigenlijk helemaal niet naar aan het zoeken. Ik keek op internet en het ding stond te koop. Ik heb hem eigenlijk ongezien gekocht. Ja, een aantal foto's had ik ervan gezien, dat wel. Maar
Dus ja, ik ben heel benieuwd. Laten we even kijken. Nice hoor. Oh, toch een lier. Maar toch ook wel een beetje gecrackt. Ja, hiervoor. Dat is een opklapbare plaat. Volgens mij wordt het een splash guard genoemd. Ja, dat is voor als het ding in het water in rijdt natuurlijk. Als je geen golf zeg maar, hier overheen krijgt. Dit is natuurlijk waar de lierkabel uit kan komen. Dat is een soort van draaibare kop. Zit natuurlijk vast. Hoe verrassend. Volgens mij kan je hem als je deze, ik denk dat hier een veer in zit of zo, als je deze indrukt, dan je normaal zou moeten kunnen draaien. De kabel die gaat daar zeg maar naar binnen toe, naar de lier die erachter zit. Hier zit een soort van schuifbladje. Dit ding kan, dat kan uitklappen en naar beneden gaan. Dus dan zet hij dat op de grond en als hij dan begint te lieren, dan trekt hij zichzelf klem in de grond. En dan kan hij toch ja, zijn volledige capaciteit van de lier benutten, hè? Om het zo maar te zeggen. Ja. Zo! Even kijken dat hij niet opklapt. Ja. Dat is fijn, hoef je dashboard niet open te maken. Dit zie je niet als je er binnenin zit. Kijken! Hier mist wel wat trouwens. Ja, maar daar is wel iets weg hoor. Dit is wel, oh, dit is wel ingewikkeld hoor. Kijk hier, kijk, zie je? Dit is van het stuur ook, zie je? Ja. Sturen gaat ook volgens mij hydraulisch. Is de aandrijving wel, hè? Dat is wel gewoon. Het is wel, oh, dit is wel een uitdaging weer hoor. Ja, zeker. Dit is wel weer even goed zoeken hoe alles in elkaar zit dan. Zo ja. Stuur het een beetje. Ik lijkt ook wel dat ik één kant meer op kan sturen, ja, dan de andere klopt. Kant. Die ene kant, dat zijn twee verschillende stangen. Als je de ene kant op stuurt, dan beweegt deze kant en de andere kant beweegt die kant. Oké, okay, laten we eerst even in dit compartiment kijken. Ja, hier pontificaal in het midden, dat is de lier. Er zitten twee trommels in, waardoor dat lierkabel waar die omheen loopt eigenlijk. En dat hij het doorvoert naar voren naar buiten. Hier zou hij normaal gesproken eruit moeten komen eigenlijk. En dan via hier, met deze kabelschijf, gaat hij daar de hoek om en komt hij hier eruit. En dan loopt hij dus zo naar die ja, spoel die we erachter hebben gezien. Nou, wat zien we hier verder nog? Hier zo, die kruiskoppelingen. Dat is de aandrijving voor die lier. En die komt hier vanuit dit geval wat hier zit. Dat is vermoedelijk gewoon een PTO, net hetzelfde als bij een vrachtauto ook zit. Dus ze zetten het voertuig in zijn vrij. Dat hij niet meer gaat rijden. Dan vervolgens kun je daar ja, die lier inschakelen. En dan kun je dus de kracht van de motor kun je dus gebruiken om, ja, om de lier aan te drijven. Dus het is een behoorlijk sterk geval wel. Ja, dan zeggen we meteen al, dat is hydraulisch aangestuurd. Maar er is niks meer hydraulisch aangestuurd hier zo. Want hier zit een boel losse leidingen. En daar liggen ook een aantal stekkers los hier zo. Ja, daar is een klepblok weg. Dus daar moeten we nog een andere voor gaan vinden. Dus we moeten even kijken. Dit grote ding wat hier ligt, ja, dat is dus de versnellingsbak. Bij type 69 was het allemaal mechanisch en met stangen. Maar bij deze is er best wel behoorlijk wat hydraulisch. Dus dan zien we aan die kant bijvoorbeeld. Daar zo. Daar zit een soort van mechanisme. En vermoedelijk bedient die daar de eindvertraging in. Of tenminste de reductie die hij gebruikt om te sturen eigenlijk. Hier nog een vakje. Hier kijken we bovenop het dashboard van de bestuurder. Ja, hier zie ik ook allemaal stangen die steken over. Dat is waarschijnlijk voor de bediening van een versnellingsbak. Ja, die liggen daar. Dat zijn deze meneer allemaal. Dat is voor het sturen ook volgens mij. En je ziet hier een pneumatische cilinder zitten. En die zit aan een tandheugeltje. Dat zijn die dingen die je altijd nodig had bij technisch Lego om een stuurinrichting te bouwen. Die zit daar aan een tandwieltje. Daar gaat een asje naar buiten en dat is voor die splash guard die aan de voorkant zit, hè? Die plaat die je op kan klappen. Daar zit de toeter, die zit aan de binnenkant, dan hoor je hem zelf het beste en buiten hoor ze niks. De cilinders liggen echt heel vlak, het is echt een hele platte V zeg maar. Hij is echt heel, het is een hele brede motor, heel breed en plat. Hierbovenop ligt de brandstofpomp. En dat is niet zo'n lijnpomp zoals we gezien hebben bij de type 69. Maar deze liggen tegenover elkaar. Kijk, hier zeg maar komen een aantal leidingen uit. Dus hier een blokje, in het midden zit natuurlijk de aandrijfas met de nokken erop. En dan aan de andere kant heb je nog
nog een bankje waar dat dus de plunjers in zitten. Dus dat ziet er allemaal goed uit. De leidingen en zo zien er allemaal netjes uit. Het is allemaal niet doorgeroest, zeg maar. Er is wel iets zuiniger met dit ding omgesprongen dan met de tank, ja. Hier zit een soort van kabelsysteem. En ik heb gezien dat die kabels die lopen naar allemaal kleppen en zo van de uitlaten ook en zo. Ik denk dat dit iets te maken heeft met het varen, zeg maar. Dat het in een bepaalde stand moet staan op het land en een andere stand in het water. Dus de tandenkrans, de aandrijving, die zit voor. Dat is bij de type 69 zit die achter. Ik vermoed dat achter beter is en ze hebben het hier voor gedaan omdat er aan de achterkant namelijk deuren in zitten. Waardoor dat je dus in en uit het voertuig kan. En dat was natuurlijk voor de BNP 1, waar het voertuig op gebaseerd is, heel belangrijk. Omdat het eigenlijk een APC is, een Armored Personnel Carrier. Dus waar mensen in kunnen zitten. Dus je moest er aan de achterkant uit kunnen. Dus vermoedelijk hebben ze daarom voor gekozen om die aandrijving helemaal voorin te zetten. Bij de type 69... zaten de rupsen eigenlijk in elkaar met rupspinnen. Die lagen echt als scharnieren in elkaar. Er zat er een pin doorheen. Net als bij een scharnier van een deur bijvoorbeeld. Deze daarentegen. Je ziet hier zitten allemaal van die koppelstukjes. En hier zitten de scharnierpennen doorheen. En er zit ook rubber tussen. Dus dit is even een ander systeem. Deze rupsen zitten ook niet vast. Dus dat is ook wel fijn. We hoeven ze er niet af te halen. Het scheelt een boel werk. Zo ja. Stuur eens een beetje. Ik lijkt ook wel dat ik één kant meer op kan sturen dan de andere klopt. Kant. Die ene kant, dat zijn twee verschillende stangen. Dus de rem. En zo. Ja, dat is vet. Dat werkt allemaal hydraulisch. Dat werkt gewoon. Zeker weten, als we daar een pomp op aansluiten, is dat gewoon goed. Dit is inderdaad iets van het stuur. Ja, je stuurt die allebei de kant. Dat is er. Naar je toe halen, denk ik, dit is achteruit, vermoed ik. Doe eens iets. Oh jawel, nou, hij moet helemaal om. Oké. Ja, wat al direct opvalt, is dat er hier geen twee hendels zitten om te sturen. Maar er zit gewoon een soort van fietsstuur in. Piep, piep. En een toeter. Ja, dan hebben we hier naast deze hendel. Dat is gewoon dat is voor de versnellingsbak. Hier zit verder nog een functie op voor iets voor het stuur. Hij kan zeg maar één rups langzamer laten draaien of hij kan eentje helemaal blokkeren. Dus misschien is het daarvoor, omdat deze natuurlijk een stuur heeft en niet die hendels, kun jij niet je stuurvertraging gebruiken om weg te rijden natuurlijk. Wat we normaal bij de T55, bij de type 69 kunnen doen, is dat je de stuurhendels één stand naar achter trekt. Dus dan zijn eigenlijk beide rupsen vertraagd. Dus normaal gesproken zou je één hendel, één tand naar achter trekken, dan is die rups vertraagd, dan ga je een bocht maken. Maar als je ze allebei naar achter trekt, dan zijn ze aan beide kanten vertraagd. En dan kun je een hoge versnelling wegrijden, omdat je dan die vertraging eigenlijk gebruikt om op te schakelen. Dus je houdt de hendels één tand naar achteren, je rijdt weg. En vervolgens, als de motor op toer is, dan hup, dan duw je de hendels helemaal naar voren en dan schakelt hij als het ware nog een keer op. Dus dan kun je gewoon sneller doorschakelen en sneller wegrijden. Het zou me niks verbazen dat ze die functie hierin hebben verknutseld. Wat ik sowieso een beetje dubieus vind, is dat als ik deze hendel bedien, dat het stuur ook gelijk begint te draaien. En het stuur kan ook maar, kijk, nou stuurt hij alleen maar naar rechts en naar links kan hij eigenlijk niet. En ja, zie je, nou ook. Dus het lijkt erop dat er iets niet helemaal in de haak is met het stuurmechanisme. Dus dat, ik vermoed dat daar gewoon mechanisch met die stangen iets niet helemaal lekker zit. Oké, ja, hier zien we alle periscopen waar de bestuurder door kan kijken. Hij heeft behoorlijk wat zicht eigenlijk. Echt heel veel in vergelijking met de type 69. Al die kleppen nog even dicht doen, dan lichten alle metertjes op. Die periscoop een beetje vies is. Ja, die periscoop moet ik in de tinner afwassen denk ik. Ik tik je even op de relax dan. Zo. Spinnenwebben. Hier hebben we nog een waterpomp zo te zien.
elektrisch. En daar, zeg maar, die kennen we al. Hè? Daar, dat is een compressor. Kijk, er zit een kapje rond de cilinders. Dat is een geforceerde luchtkoeling. En dan komt lucht uit die buis. En dan met die kap, zeg maar, blaast hij daar tegen die cilindertjes. Daar zit volgens mij is dat de voorverwarmer van de motor. Heb je het superieure uitlaatsysteem al gezien? Ja, dat is merkwaardig. Zit hier die klep allemaal in? Er zit echt een hele grote bak hier, joh. Dat is de uitlaat, maar ik weet niet waar dat voor goed voor is. Zou die uitlaat en die radiateur iets met elkaar te maken hebben? Die koeling is raar, hoor. Misschien een watergekoelde uitlaat hebt. Maar dan zou je ook wel watergekoelde spruitstukken hebben. Dat heeft deze niet. Ja, een boel bergvakjes, dingetjes. Ik weet niet waar het allemaal voor geweest is. Er zit niet veel meer in allemaal. Het is allemaal wel leeggeroofd. Heugeltjes om van alles op te hangen en zo. Hier onder de vloer zitten ook weer bergvakken. Kijk. Maar in normale BNP, zeg maar, daar zaten hier bankjes. Dus dan konden ze hier met een boel mensen achterin zitten. Zaten daar ook schietgaten en zo. Dus ze naar buiten konden schieten daar langs. Hier kan het dus niet. Dit werd vermoedelijk gebruikt om onderdelen en zo te transporteren. Niet om mensen in te vervoeren, want dan hadden we natuurlijk wel stoeltjes in gezeten. Hier hebben we een dieseltank, zo te zien. Ga maar, er komt een gele leiding uit, dus dat is sowieso brandstof. Je ziet hier ook weer die grote dikke slang, die gaat naar buiten. Daarbuiten zit dus inderdaad zo'n vulpunt. Dit, wat hier zit, deze leidingen, dat is iets van een soort van ventilatiesysteem. Hoe dat, kijk, hier zit het ook. Ik weet niet wat dat precies voor is. Dat is ook een vreemdsoortige koppelingen zitten eraan. Misschien is het wel ook een soort van ademlucht of zo. Dat zou best kunnen. Dat hier misschien doppen op horen te zitten eigenlijk. Dat het is afgedicht en op het moment dat de boel misgaat, dat je dan dus hier zeg maar kon ademhalen. Er zit ook precies een handgreep hier. Dat zit daar zitten. Ook, die is afgebroken, zie je. Maar er zit ook weer een handgreep en ook zo'n aansluiting. Dus het zou best kunnen dat dat daarvoor bestemd is. Het is allemaal behoorlijk krap. Het lijkt wel een duikboot. Nou, dit draagt er helemaal aan bij. Hier is de periscoop. Daar zit ook verrekijkerfunctie en alles in. Hij heeft ook een dag. Dat is een D, een Russische D. Dagstand en een nachtstand. Verder hebben we hier nog wat apparatuur allemaal. Wat hier zit is volgens mij de radio. Dit ook, dus voor de intercom denk ik. Dus dat is zodat ze in het voertuig met elkaar konden communiceren natuurlijk. Ja, hier mist ook weer een hydraulische aandrijving. Ik denk dat degene die dit apparaat had, dat hij een carnavalswagen aan het bouwen was. Waar hij allemaal hydraulische aandrijvingen voor nodig had. Die is in ieder geval ook weggesnaaid. Ja, dat is een beetje jammer. Ook weer een boel hydraulische leidingen en zo. Daar is ook weer een component verdwenen. Daar zeg maar dat ding. Die zwarte patrijspoort. Daar is niet om naar buiten te kijken. Dat is een infrarood filter voor op die lamp die er buiten op zit. Het zoeklicht. Dat straalt dan infrarood licht uit en dat kan je dan hier, als je deze op de nachtstand zet, dan kan je dat, als het goed is, weer zien. Hier zie je een draaikrans en hier zie je de staalkabel voor de lier. Dat hele koepeltje, zeg maar, dat hele dakje, dat kan ronddraaien. En daar wordt ook automatisch de lierkabel op gedraaid, zeg maar. Oh, de lierkabel. De lierkabel die komt daar vandaan, zeg maar. Daar ligt een soort van grote spoel. Volgens mij is dat de voorraadkabel eigenlijk, die daarvoor er ook uit moet komen. Dat hele ding kan ronddraaien, die trommel, en dan komt die kabel komt er dan uit. Hier zien we nog een steun voor luchtafweergeweer. Geloof ik, dat is een PKT-machinegeweer, geloof ik, dat hierin staat. Dat is een stuk lichter als wat op de type 69 staat. Daar staat een Dushka. Dat is volgens mij 12,7 mm en dit is een stuk lichter. Ik geloof iets van 7,62. Je ziet hier de steunen waar het geweer in kon worden bevestigd. Dit is voor de munitie, hier zo. En dit is voor je mandarijntje in te stoppen. Als je in één keer honger krijgt onderweg. Dit is natuurlijk speciaal voor Dirk.
Het is een Dirk Fume extractor. Hé, pak de laag hier. Denk ik. Oh, het is een takel, meneer. Met zwaailamp. Wieuw, wieuw, wieuw. Mooi, hè? Ja, het is een, inderdaad een kraanarmpje. Hierachter een hydraulische lier. Hier zit een hydromotor onder. Volgens wat er opgeschilderd staat, kan die 5,2 ton pakken. Voor wat ik had opgezocht, stond er 6,5 ton. Dus ja, ik denk dat we dat maar een keer moeten testen. Het is een beetje jammer, maar volgens mij weegt de koepel van de tank 7 ton. Ja, om dat te doen zouden we eigenlijk een T55 ER4 moeten hebben, denk ik. Nou mensen, dat was het weer voor vandaag. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Ja, we gaan natuurlijk hier binnenkort aan beginnen. Hij staat er nou nog even te wachten. Ja, met een beetje geluk hebben we binnenkort natuurlijk de koepel voor de tank. Dus eigenlijk willen we daar eerst aan verder. Maar ja, we zijn nog in afwachting van wat papieren en zo die in orde gemaakt moeten worden. Dus ja, wie weet. Gaan we binnenkort hier aan beginnen. Ik zou zeggen, vooral blijven kijken. Bedankt voor het kijken in deze video. Tot de volgende.